Familie en vrienden, van harte goeiedag en welkom bij deze nieuwe editie van SZF De Wegwijzer. Wij gaan vandaag weer informatie geven over uw trouwe zorgpartner. Dat is de Stichting Staatsziekenfonds. En in deze aflevering brengen wij u een verslag van het bezoek van de SZF-delegatie aan het oosten van het land. En u krijgt tenslotte informatie over de lezing die is gehouden over het leven met prostaatkanker. We nemen een korte break. Ik ben Raoul Abisoyna. En dan zijn we zo meteen bij u terug. En zoals eerder aangegeven, u weet dat de decentralisatie van de dienstverlening hoog in het vaandel staat van de Stichting Staatsziekenfonds. Ons streven is om de diensten naar de gemeenschap toe te brengen en in het kader hiervan heeft het SZF de afgelopen periode steeds dicht bij de mensen gestaan door filialen en kantoren in de verschillende gebieden neer te zetten. Dat was het geval op vrijdag 11 januari jongstleden. Een delegatie van het SZF in het resort Albina in het district Marowijne. En daar heeft het SZF zijn 9e kantoor geopend. En dit is het tweede in het district Marowijne. En dat is in het resort Albina. En dit kantoor is gevestigd in het streekziekenhuis Marwina te Albina. Bij dit kantoor, of in dit SZF-kantoor, kunnen de mensen van Albina hun BASO, NBZV of SZF-vrijwillig of verplicht verzekering aanvragen. Maar daarnaast kunnen ze ook daar zijn voor het aanvragen van restitutie, ontheffingen voor medicamenten. Dus kortom, alle zaken betreffende het SZF. We gaan u een gesprek laten horen die wij hebben gehad met de districtsecretaris van Marowijne, Jacinta Pinas. En daarnaast krijgt u ook een toespraak van de directeur van het streekziekenhuis Marwina, dat is mevrouw Artikalu. En tot slot een gesprek met Jolanda Pronk, het hoofd van de afdeling juridische dienst van het SZF. Het is voor ons hier in Marowijne een heugelijk feit. Het is een stukje verlichting voor de mensen in het district. Want van Albina naar Mungo afreizen is het enorm om te betalen. En de SZF is hier op Albina in het Marwina ziekenhuis. En dan kunnen de mensen beter hun zaken doen. Dus, en het is ook een... goed voor ons, met name de DC en de bewoners van het district, want met aandringen van de DC en de roep van de bewoners heeft de directeur van SZF geluisterd naar ons, waardoor dit tot stand is gekomen. Wat was de noodkreet? Want u zegt dat er op een gegeven moment een roep is geweest vanuit de burgervader, dus dat wil zeggen... Er was de vraag naar zo'n kantoor hier, was noodzakelijk? Nee, om de lange afstand te leggen van Albina naar Mungo. Dus heeft de DC gevraagd naar een SZF-kantoor op Albina. En denkt u dat dit een bijdrage zal leveren aan de wensen van de mensen hier in het gebied? Precies, zal wel, zeker. Artikalu, directeur van het streekziekenhuis Marwina, voegde eraan toe dat de komst van dit SZF-kantoor voor een snel verloop van de dienstverlening tussen het SZF en het ziekenhuis zal zorgen. Voor het ziekenhuis is het natuurlijk een pluspunt. Als een patiënt is opgenomen of als een patiënt hier komt voor een polykliniek en zijn kaart is gevallen, kan hij meteen zijn kaart verlengen. Waardoor ik ook sneller en mijn declaraties kan sturen naar het SZF. En als we dan het bekijken vanuit efficiëntie en dat stukje dienstverlening, decentralisatie, denkt u dat het wel binnen past in uw structuren hier? Het past helemaal. Helemaal, aangezien wij gezondheidszorg bieden.
aan de gemeenschap hier in Marowena, in het bijzondere Marowena. Past het helemaal ook dat ook de grootste verzekeraar in het ziekenhuis is. Heeft u een oproep dat ze nog aan de mensen? Ja, er zijn een heleboel mensen met vervallen kaarten. We hebben ze van de week nog erop geattendeerd. Kom vanaf maandag, het SZF is er, kom jullie kaarten verlengen. Voor Jolanda Pronk, hoofd van de afdeling juridische dienst, is dit een bewuste stap van het SZF om de diensten naar de gemeenschap te brengen. Wij gaan naar de mensen toe. We hebben dat stapsgewijs gedaan. Het is al gezegd, het is deze opening is ons de opening van ons 9e kantoor. En daarmee geven we eigenlijk aan dat we echt er naartoe werken om zo dicht mogelijk bij de mensen te komen. Zodat men ook makkelijker toegang kan krijgen tot informatie over SZF en allerhande zaken. Want op dit kantoor, de Albina, kun je voor alles terecht. Je hoeft niet meer naar Mungo te gaan of naar Meerzorg of naar Paramaribo. Alles kan hier gebeuren en ons personeel is zodanig getraind dat ze je met alles kunnen helpen. En dat willen we benadrukken. Wij komen naar u toe en u zult, het zal in een hoogst uitzonderlijk geval zijn dat u misschien naar Paramaribo moet komen, maar in principe wordt alles hier gedaan op Mungo en op Albina en dat vinden we geweldig. De dienst dichtbij huis. Wat voor vertaalslag wil het SZF daarmee maken naar de gemeenschap toe? Met vertaalslag bedoel ik dat we willen aangeven dat we inderdaad niet meer zitten te wachten totdat men naar ons toe komt, maar dat wij naar de mensen toe gaan. Ja, is eigenlijk een hoe zeg je het, mindshift, hè? Dat je niet meer wacht, want misschien heeft men een paar hobbels om die stap te nemen om naar SZF te komen. Nee, ja. Dus dat hebben we overwonnen. Dat is die verandering die we teweeg brengen. Is dat we de mensen zoveel als mogelijk in hun eigen omgeving willen bedienen. En van dienst willen zijn met alles wat we hebben. Heeft u tot slot een boodschap naar de mensen van dit gebied toe? Ja, ik zou zeggen, medeburgers van Suriname, speciaal voor de burgers van het district Marowena. We hebben nu niet alleen op Mungo, maar ook hier in Albina een kantoor. Degenen die in deze omgeving van Albina wonen, die hoeven niet meer de reis af te leggen naar Mungo. Nee, u kunt hier komen. We zijn er, ik zou zeggen, maak er gebruik van. Ja, zodat u ook volledig geïnformeerd kan worden en dat u niet meer moet denken van ik moet reizen, ik moet geld uitgeven om naar SZF te gaan. Nee, we zijn hier voor u en ik zou willen zeggen, maak er gebruik van. Met de komst van zo'n kantoor in het resort Albina, betekent het dat de mensen van dat resort geen lange afstanden meer hoeven af te leggen om hun SZF-zaken te doen. Want vroeger was het zo dat ze helemaal vanuit Albina naar Mungo moesten gaan om hun zaken te doen. Maar sinds 11 januari jongstleden is dat niet meer zo. Wat we ook vandaag gaan belichten, beste luisteraars. En het ging meer over de lezing die de Prostaatkankerstichting Suriname en Nederland afgelopen woensdag hier in het park hebben gehouden. Het thema was hoe te leven met prostaatkanker. Het doel van deze lezing was om de bewustwording onder de mannen, met name de risicogroep, te vergroten. We brengen voor u een gesprek die wij hebben gehad met Jean-Paul van Basten, een uroloog uit Nederland, maar ook uroloog Anand Ramsoek is ook aan het woord geweest en wij hebben hem ook gesproken over dit onderwerp.
Ja, prostaatkanker heeft vele vormen. Als we praten over prostaatkanker, dan praten we over lokaal prostaatkanker, gevorderd prostaatkanker of uitgezaaide prostaatkanker. Lokaal prostaatkanker betekent dat prostaatkanker is beperkt tot de prostaat. Gevorderd is gegroeid buiten het kapsel en uitgezaaid, dan zit het veel in de lymfklieren en het skelet. Nou, je zult begrijpen dat bij lokaal prostaatkanker dat het heel goed is te behandelen met lokale behandeling. Bijvoorbeeld bestraling, dat is hier heel goed mogelijk in het bestralingsinstituut in Paramaribo. Je kunt je ook laten opereren waarbij de prostaat wordt weggenomen. Waarbij het wel belangrijk is dat de uroloog die opereert veel ervaring heeft met deze operaties. Omdat er nogal wat bijwerkingen aan kunnen kleven, zoals verlies van urine, dat noemen we incontinentie, of ook impotentie. Nou, bij gevorderd prostaatkanker kun je niet meer opereren, maar wel bestralen in combinatie met hormoontherapie. Is zeer effectieve behandeling. Het nadeel daarvan wel is dat die hormoontherapie het testosteron verlaagt met de nodige klachten die erbij horen. Zoals ook impotentie en bijwerken op lange termijn, zoals botontkalking, spiermassaverlies, opvliegers. Bestraling kan ook effecten hebben, nadelige effecten op blaas en op endeldarm. Ja, en u zult begrijpen dat bij uitgezaaide ziekte dat allemaal niet mogelijk is. Dan past nog wel hormoontherapie. Dat is wel een behandeling, maar die niet genezend is en alleen enigszins rekkend. Dus dat proberen we natuurlijk allemaal te voorkomen. Dus de insteek is, wees er bijtijds bij. Zorg als prostaatkanker wordt vastgesteld dat het nog in een lokale vorm is, zodat je ook lokaal kunt opereren met een uitstekende prognose. Hoe loopt mannen zo'n ziekte op? Ja, dat is een kwestie van pech. Zoals alles in het leven moet je een beetje geluk hebben, maar je kunt ook pech hebben. Ik zei al iets over misschien een zekere predispositie bij mannen met een Afrikaanse achtergrond. Betekent niet dat mannen met een Hindoestaanse of Javaanse achtergrond dat die geen prostaatkanker kunnen krijgen. Dat is niet zo. Je kunt ook longkanker krijgen als je niet gerookt hebt. Hè. Zo is het ook nog een keertje. Er is dan ook niets zoals voeding of seksuele activiteit waardoor je prostaatkanker kunt voorkomen of waardoor je risico op prostaatkanker vergroot. Dat is helemaal niet. Het enige wat je dus kan doen is zorgen dat je er bijtijds bij bent. Laat je testen, PSA-test. Hoe eenvoudig is dat? En je weet waaraan je toe bent. Uroloog Anant Ramsoep zei dat er in Suriname vele mogelijkheden zijn om deze vorm van kanker bij mannen vanaf 40 jaar tegen te gaan. Echter is de bewustwording nog niet zo groot in Suriname. Dat een aantal patiënten met prostaatkanker ook zonder behandeling kunnen overleven. Ze moeten wel gecontroleerd worden, op allerlei manieren. Dus je blijft patiënt van de dokter. Je kan ook kiezen voor een operatie waarbij je de ziekte in zijn geheel weghaalt. Bijvoorbeeld een open ingreep waarbij je de buik opensnijdt. Of een kijkoperatie waarbij je met kleine kijkbuisjes werkt. Of met een robot zelfs werkt om die prostaat weg te halen. Een goede optie is ook bestraling. In Suriname doen we dat vooral, de uitwendige bestraling. Om die prostaat, samen met die prostaatkankercellen, met straling dood te maken, waardoor die kankercellen doodgaan en niet verder groeien. Al deze behandelingen kunnen leiden tot een genezing. Wat zeggen de cijfers anno 2019 van mensen met prostaatkanker in Suriname? De Jean-Paul van Basten heeft wat meer patiënten laten zien, getallen uit Nederland. Wij zijn niet zo up-to-date. Maar ik denk dat we zo'n 100 patiënten per jaar wel vinden in alle ziekenhuizen samen voor prostaatkanker, zonder dat we screenen. Hè? We zoeken de mensen niet. Dat zijn de mensen die via de huisarts uit zichzelf of vanwege klachten gecontroleerd worden. Wij hebben niet een up-to-date onderzoek dat we mensen hebben onderzocht huis aan huis. In dat geval zouden we waarschijnlijk meer vinden, omdat prostaatkanker over de wereld wel veel meer voorkomt. Het is de meest voorkomende kanker bij mannen. Is de bewustwording nog niet op gang gekomen in Suriname? Er zijn redelijk wat patiënten. Elke dag zijn er wel patiënten die uit zichzelf zijn gaan prikken. Maar een heleboel mensen weten nog niet eens wat prostaat is. En ze weten ook niet wat PSA is. En ze weten ook niet wat prostaatkanker is. Die groep moeten we hebben. Een andere groep mensen is die een struisvogelpolitiek spelen. Die zijn bang om zich te laten controleren. Ze willen niet ziek worden. Maar niet omdat de ziekte niet gevonden is, heb je geen ziekte. Juist moet je een ziekte vroeg vinden, omdat je dan heel goed kan behandelen. En als je te laat gaat vinden, worden de behandelmogelijkheden minder. Dus ik zou de mensen adviseren, zoals hier door meerdere sprekers is gezegd, als die leeftijd daar is, bespreek het thuis, bespreek het met je kinderen, bespreek het met je partner.
Bespreek het vervolgens met je huisarts en kijk of van jou, op jou van toepassing is om gecontroleerd te worden. Ja, en tijdens deze lezing, beste vrienden, is het gebleken dat de doorsnee Surinamers, mannen, soms rondlopen zonder te weten dat ze ook behoren tot de risicogroep. Het beste in deze is wanneer u dan als man, zolang u de leeftijd bereikt van 40 jaar, dat u regelmatig de controle doet, zodat u ook kunt weten wat uw status is. Het rest ons nog u de wachtdienstregeling te presenteren. Onze wachtdienstregeling, u weet, dat is een public service van uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. En dat kunt u doen op het nummer 148. Ook via de lokale dagbladen kunt u dat checken. Onze Facebookpagina. En wij hebben ook een mobiele applicatie. Zolang u daarop klikt, krijgt u ook alle informatie van het SZF. Maar ook de wachtdienstregeling zoals de wachtdoktoren, apotheken en dierenpoli. Alles vindt u daar. En zo kunt u verder gaan. En als ik zo naar de tijd kijk, zit het weer erop. We gaan u moeten bedanken. En ik wens u verder een prettig en gezond weekend. Let op uw voeding vooral en weet wat u eet. Ik ben Raoul Abisoyna en ik zeg tot de volgende week met een nieuwe aflevering van SZF, de wegwijzer, aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. Tot dan!